Ik ben Lucille Adang. Ik ben podotherapeut en zit in het medisch centrum in Rheden. Een podotherapeut is een paramedicus op het gebied van voetbehandelen. In eerste instantie doe je een vraaggesprek natuurlijk en probeer je te achterhalen wat de klachten zijn, hoe het is opgebouwd. En probeer dat eigenlijk zelf door middel van vragen zoveel mogelijk informatie te weten te komen. Daarna ga je het onderzoek starten. Daar bekijk ik eigenlijk de voetvorm, overdrukplekken die er eventueel zijn, waar de pijnklachten zitten, dat palpeer je. Je doet daar bewegingstesten om te kijken of de spieren goed werken. Je doet gewrichtstesten om te kijken of gewrichten voldoende bewegen of dat er beperkingen zijn. En zo krijg je informatie zoveel mogelijk omtrent de klacht die er is. Na de bewegingstesten in de stoel ga ik in eerste instantie het looppatroon bekijken. Dus ik laat mensen echt op en neer lopen een aantal keren om te zien hoe de afwikkeling is, de belasting is. En dan niet alleen de voeten, maar de hele benen en de rompbeweging. Dan laat ik mensen op de podoscoop staan. Dat is een soort voetspiegel, een kastje waar mensen op staan met een spiegel aan de onderzijde. Zodat je de belasting en druk aan de onderkant van de voeten kunt zien. En daarnaast kijk ik dan ook gelijk of mensen scheef staan, dus naar de hele beenstand en rugstand, hè, zo nodig. Als dat gedaan is, die gegevens, die wil ik vastleggen en dat doe ik dan door middel van een scan. Dus mensen gaan op een scanapparaat, daar wordt een scan gemaakt en dat beeld wordt vastgelegd in de computer. En dat beeld gebruiken we weer om de zooltherapie op aan te passen. En zo krijg je een totaalplaatje. Alleen naar één onderdeel kijken geeft nooit genoeg informatie. Dus eigenlijk doe je alle handelingen tijdens een onderzoek en dan bepaal je eigenlijk het behandelplan, dat bespreek je met de patiënt en zo kom je tot een therapie. Heel veel voetklachten zijn goed te behandelen met behulp van therapieën die aangeleverd kunnen worden, maar ook natuurlijk met instructies aan de patiënten zelf wat ze kunnen doen en veel informatie geven, dat maakt dat mensen begrijpen waar de klachten vandaan komen, wat wij eraan kunnen doen, wat ze er zelf aan kunnen doen en zo krijg je eigenlijk een goede verbetering. Het begrip is ook al vaak een verbetering van de klachten. Ja.